Vanavond is vrijgelaten uit het politiebureau. En daar hebben we natuurlijk de hele dag buiten gestaan en staan wachten tot ze naar buiten zou komen. Nou, uiteindelijk gebeurde dat zo vanavond rond 8:30. We kijken even naar die indrukwekkende beelden. Glennis, mogen we... Hoe is het gegaan? Korte reactie, Glennis. Wat is er precies gebeurd? Glennis. Jij had het al over Amerikaanse toestanden. Het is echt Amerikaanse toestanden. Zo vervreemdend in Nederland om dit zo te zien. Heeft zij al iets gezegd? Nou, ik ben gisteravond al niet zo aardig geweest voor Glennis. Klopt, dat heeft hij daar niet was gezien. Ik bij. Dus als je dat nog even... Nou ja, nu kan ze het zien. Als je kijkt wat ik niet begrijp. Ik denk, dan kom je thuis... En dan ga je iets posten. Dus op zijn minst zeg ik, weet niet hoe het afloopt. Maar ik in ieder geval mijn excuus aanbieden als wat er in die Jumbo gebeurt, snap je? Ik vind al die ellende wacht daarna voor de supermarkt wel een keer genoemd worden. maar dat doet ze niet. Ze heeft vanavond een post neergezet. Dat begrijp ik echt niet. Afgelopen zaterdag ben ik aangehouden na een incident in de supermarkt in Amsterdam. Ik zie het onderzoek dat nog steeds niet is afgerond met vertrouwen tegemoet. Omdat ik weet dat ik geen strafbare feit heb gepleegd. En hoewel ik hier graag meer over wil zeggen, hou ik in het belang van het onderzoek op dit moment mijn mond. Zodra ik dat kan, geef ik een reactie. Liefst Glennis. En dan denk ik, waarom zeg je niet gewoon voor alleen dit die voorzegd is, sowieso sorry. Hoe moeilijk is dat? Nou, ze heeft 177.000 volgers. Ik denk natuurlijk, nou, benieuwd hoeveel mensen gereageerd hebben op deze post. Dat zijn er 3. Oh nee, ik kom net binnen. Het zijn er 4 inmiddels die er positief op gereageerd hebben. Glennis, alsjeblieft, hoe moeilijk is het om op zijn minst sorry te zeggen in dit hele verhaal? Goed. Goed. Wie we ook nog gesproken hebben vanavond. De politiewoordvoerder die toch uitlegt dat er iets meer aan de hand lijkt te zijn dan wat Glennis op dit moment beweert. De 3 verdachten die zijn aangehouden in het onderzoek naar de incidenten die hebben plaatsgevonden in de supermarkt aan de Westerstraat. Die zijn vanmiddag op last van de officier van justitie heen gezonden. Dat betekent niet dat zij geen verdachten meer zijn in dat onderzoek. Zij blijven verdachten. In de supermarkt hebben verschillende incidenten plaatsgevonden. Een groep personen heeft daar fors geweld gebruikt. Wat wij op dit moment weten is dat dat om 7 personen is gegaan. Wij hebben 3 verdachten aangehouden. Naar 4 verdachten zijn wij nog dringend op zoek naar de identiteit. Het gaat hier om ernstige incidenten waar wij uitgebreid en gedegen onderzoek naar moesten doen. En in belang van dat onderzoek was het noodzakelijk dat alle 3 die verdachten bij ons in hechtenis bleven. De verdachten zijn heengezonden, maar wel met een gedragsaanwijzing van de officier van justitie. En dat betekent dat zij op dit moment de betreffende supermarkt niet in mogen, ook niet in die omgeving mogen komen. En dat zij daarnaast geen contact mogen zoeken met de medewerkers van dat betreffende filiaal. Speelt dan nou nog mee bij zo'n beslissing dat zij niet daar woont? Niet direct naast die supermarkt of zo? De beslissing om haar vrij te laten. Nee, dat zijn... Een verbiedsgebod en een contactverbod. Ja, nou ja, dat komt nu zo uit, maar dat zou ook om de hoek kunnen zijn. Zou hetzelfde, dan kan je eigen wijk dus niet in. Precies, ja, dat zou kunnen, ja. Het kan zelfs zo zijn dat de voorwaarde is dat je eventjes 10 dagen uit je eigen huis verdwijnt. Oh, ja. Dat kan ook nog. Ja. Wauw. We hadden het net over de consequenties, de maatschappelijke en zakelijke consequenties van het geval Leeuwe Kleine. Zijn hier al dingen die spelen? Nee, niet hele grote dingen, maar natuurlijk het grootste wat ze heeft is Ladies of Soul. We hebben het gisteren over gehad dat die meiden nog nergens op gereageerd hadden. Vandaag is wel een statement naar buiten gekomen. Eigenlijk zeggen ze er niks over tot er meer bekend is, maar ze vinden het vervelend voor alle betrokkenen. Nou, zij dan wel in ieder geval. En het is niet aan ons om er nu iets over te zeggen. Maar ja, dan zit Edcilia bij 100% NL om over leuke dingen te praten. Komt dit toch even voorbij? Ik vind het verschrikkelijk allemaal. Maar alles vind ik verschrikkelijk tegenwoordig. Dus ik weet niet waar we allemaal in balans zijn in de wereld. Ja. Maar er is veel aan de hand. Maar ik weet net zoveel als jullie. Ik heb ook alleen maar gelezen of wat ik gezien heb op papier of op Insta of whatever. Ja, maar kunnen jullie dan nog door met elkaar? Hoe bedoel je, kunnen we nog door? Ja, dat weet ik niet, als er zoiets heftigs gebeurd is. Ja, maar we zijn nog niet op dat vlak. We zijn nog aan het achterhalen wat is er gebeurd. We wachten af. We wachten echt af tot we horen wat er nou echt aan de hand is. Want het is allemaal echt super vervelend. Heeft het management eigenlijk van Glennis wat gezegd? Nou, heel summier de afgelopen dagen. Ja. Heel stil geweest. Heel stil. Ja, dat steekt elkaar aan, die managers. het is geen nieuwe cd uit. Dan staan ze wel aan de lijn. Anders dan in de zaak van Le Kleine is hier dus geen statement gekomen. Nog geen statement van het management, nee. Okay. Maar wel van... Nee, dan is dat even vastgesteld. Dat is goed, helemaal vastgesteld. Helder. Zal ik nog één ander geval melden wat vanavond binnengekomen is? Ik wil nog even weten hoe dit verder gaat. Ja. En dan
Want wat nu? Deze mensen zijn nu weer naar huis. Heen gezonden. Blijven wel verdachten. Het onderzoek gaat lopen. Uiteindelijk zal de officier bepalen of het ook daadwerkelijk tot een dagvaarding komt. Of een verdere vervolging aan een dagvaarding. En voor het geval haar zoon ook nog verdachte blijft, dan zal hij voor de jeugdrechter komen, omdat hij minderjarig is. En over wat voor straffen praten we als je dit nou ziet? Dat is voor mij heel moeilijk te zeggen, omdat ik daar de feiten onvoldoende voor ken. En dan moet je echt precies weten wat er te lasten wordt gelegd te zijn op tijd. En dat weet ik nu niet. Maar de verschillen zullen altijd tussen een jongen van 15... Zeker, maar dat is de dag en nacht.